Vanaf maandag mogen personen zich ook laten vaccineren voor wat betreft Pfizer bij het regionaal ziekenhuis Wanikam. TBN Prime Alert die is er vandaag donderdag geweest en we spraken met waarnemend zorgdirecteur Fausha Pousse, die vertelt hoe het allemaal hier verloopt met het vaccineren. We spraken ook met haar over de mogelijke druk op het ziekenhuis, mede gelet op de schrikbarende statistieken die we dagelijks krijgen van aantal nieuwe besmettingen. En dokter Pousse die ging er als volgt in hierop. We zijn maandag gestart ook met Pfizer vaccinaties, want voorheen waren we al bezig met de andere vaccins zoals AstraZeneca. Vanaf maandag zijn we gestart met Pfizer en we zien een vlot verloop. Er zijn een heleboel mensen die komen. We zien nu dat mensen zelfs meer voor die Pfizer komen. De eerste prikkers zijn nu veelal mensen die Pfizer prikken. Vandaag bijvoorbeeld hebben we al 44 mensen met Pfizer geprikt en 33 met AstraZeneca. Hoe zit het met de tieners die zich laten vaccineren? Daar zien we ook dat er een goede animo is om zich te laten vaccineren. De ouders brengen de jongeren en de jongeren geven zelf ook aan van ja, ik wil wel een prikje hebben. Wat zijn de dagen, wat zijn de tijden waarop de mensen zich hier kunnen laten vaccineren en vooral met Pfizer? De vaccinatiedagen zijn dus waarop we regulier vaccineren. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alleen op de woensdag wordt er niet gevaccineerd. En op alle dagen kan men zowel met Astra als met Pfizer geprikt worden. En zijn dat zorgpersoneel en artsen van het ziekenhuis zelf? Of hebben jullie ondersteuning vanuit andere ziekenhuizen? Dit is personeel van het ziekenhuis zelf. Er zijn ook wat vrijwilligers die meehelpen. En vanaf vandaag zijn er ook mensen vanuit het BOG voor de dataverwerking. Omdat we voorheen formuliertjes aan het invullen waren. Maar vanaf vandaag is alles digitaal. Dus zijn er mensen vanuit het BEG gekomen om de dataverwerking eigenlijk direct digitaal te doen. Ja, en zijn er toch wel zaken die u zegt die een beetje stagnerend lopen bij het vaccineren? Nee, we hebben geen stagnerende factoren gemerkt. De mensen komen vlot. Het verloopt vlot, mensen houden zich aan de regels. Dus het gaat echt vlot. En het proces van het invullen van de machtigingsformulieren? Ook dat verloopt vlot. De ouders weten vooraf, we hebben het ook op onze Facebookpage bekendgemaakt, dat er Pfizer-vaccinaties zijn, de dagen, de tijden. Dus mensen lezen ook de Facebookpage. Er zijn ook mensen die op de app vragen stellen. En het verloopt allemaal vlot. Ja. Informatie heeft ons bereikt, en dat is het niet zozeer van Wanika ziekenhuis, maar op andere plekken ten aanzien van de machtigingsformulieren, dat het niet vaak genoeg toch ouders en of verzorgers kunnen komen, maar dat anderen meekomen en men daar toch een beetje moeite mee heeft of dat proces dat verloopt een beetje moeizaam. Nou, dat hebben we hier nog niet gemerkt. Ik heb daar geen klachten van gehad of dingen gehoord. De opdracht dat ouders een machtigingsformulier moeten invullen en ze moeten met een familieboekje kunnen laten zien dat ze werkelijk hun kind hebben meegenomen, dat komt vanuit het BOG, vanuit hogerhand. Dus als er issues zijn, dan moeten die geëvalueerd worden en dan moet er weer gekeken worden van hoe kunnen we dat opvangen. Maar tot nu toe hebben we geen issues gehad. Tenminste, ik heb geen melding gehad van issues hier in het Wanika ziekenhuis. Ja. Dr. Pousse, hoe zit het met dat proces? Want u zei al, jullie waren al geruime tijd bezig met het vaccineren. Dan wel met andere vaccins. De mensen die zich nu aanmelden, zijn dat eerste prikkers, tweede prikkers? Er zijn zowel eerste prikkers als tweede prikkers. Tweede prikkers worden natuurlijk gevaccineerd met AstraZeneca, want ze zijn de eerste keer al daarmee gevaccineerd. En de eerste prikkers die mogen kiezen. Willen ze AstraZeneca, willen ze Pfizer, ze mogen zelf kiezen wat ze willen hebben. En natuurlijk voor de jongeren tussen 12 en 18, dat is dan de Pfizer prik. Ja.
En geen complicaties, dat nu jullie enkele dagen bezig zijn, geen complicaties bij mensen die zich hebben laten vaccineren? Nee. Hier tijdens de observaties, want de mensen moeten na hun prikje nog een kwartier geobserveerd worden, hebben we geen problemen gehad met mensen die gevaccineerd zijn geworden. Ja. En als waarnemend zorgdirecteur, mevrouw Poussin, hoe zit het met de druk op het Wanica ziekenhuis? Nu we toch wel dagelijks hele verontrustende statistieken krijgen, verontrustende cijfers krijgen? Ja, het aantal mensen dat besmet raakt is erg aan het toenemen. En natuurlijk als we meer positieven hebben, zullen er ook wel meer mensen zijn die ziekenhuisbehoeftig worden. Dat geeft dus een extra druk op het ziekenhuispersoneel. Zoals we weten, er is een tekort aan verplegenden en personeel. Dus het weinige personeel dat er is, die moet dan extra hard werken om de zorg te kunnen bieden. En vandaar dat we ook de oproep doen aan de mensen om zich te laten vaccineren. Want de mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis, daarvan blijkt dat het grootste deel die mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. De gevaccineerden worden minder ernstig ziek en er zijn maar zeldzame opnames van mensen die gevaccineerd zijn. Ja. Dus daarom ook de oproep aan mensen van laat je vaccineren om jezelf te beschermen, anderen te beschermen en ook het zorgsysteem de mogelijkheid te geven om te zorgen voor de mensen die echt ziek zijn. Ja. En in de gemeenschap is het alom bekend dat vooral de positieve richting Wanica ziekenhuis werden overgebracht. Is dat nog steeds zo? Nou, in het begin werd ook de isolatie hier gedaan in het Wanica ziekenhuis. Dat was toen besloten door de regering, het managementteam en andere instanties. Voor nu is de regel dat de isolatie in thuiskring plaatsvindt. Dus de positieven blijven nu thuis, worden gemonitord door de huisarts, door artsen van het BOG. En mocht er een opname noodzakelijk zijn, dan wordt na evaluatie gekeken waar de mensen opgenomen kunnen of moeten worden. Want als iemand bijvoorbeeld naar een intensive care moet direct, dan is er hier in het Wanica ziekenhuis geen intensive care. Dus die gaat dan of naar het academisch ziekenhuis of naar het Landshospitaal. Mochten er milde klachten zijn, maar is toch een opname nodig of er is iets meer zorg nodig, dan kan er besloten worden dat de persoon naar het Wanica ziekenhuis komt of in tweede instantie naar het Landshospitaal. Omdat voor nu alleen het Wanica ziekenhuis en het Landshospitaal cohortzorg leveren. Dus een cohort is gewoon de mensen die zorg nodig hebben, opgenomen moeten worden. Voor intensive care zorg, dan is het academisch ziekenhuis en het Landshospitaal. Ja. Mocht er meer nodig zijn, mochten er meer mensen ziek worden, dan moeten we weer gaan opschalen. En dan zullen de andere ziekenhuizen ook weer mee gaan doen, voor zover mogelijk. Want personeel is een enorme issue. En mensen zijn al moe, zijn al zo lang bezig met COVID-zorg. Merkt het ook in het buitenland, zijn er geluiden van het personeel is moe. Ze willen niet meer, mensen gaan met ontslag. Onze mensen zijn ook moe. Vraag aan de bevolking om voorzichtig Mohana-regels in acht, laat je vaccineren. Want als het zorgpersoneel niet meer in staat is te zorgen, dan hebben we een groter probleem in het land. Ja, maar als directie, hoe vangen jullie toch dat stukje op van jullie personeel? Ja, kijk, je probeert met allerlei mogelijkheden probeert ze te motiveren. Ze krijgen extra toelages. Er wordt getracht van elders mensen die bereid zijn parttime diensten te doen bijvoorbeeld. Om extra personeel parttime mee te laten helpen. Maar de mensen zijn zowat overal al ingezet. En er is niet meer waaruit we kunnen halen. En ook is er merken we dat er veel mensen wegtrekken naar het buitenland. Gezien de situatie in het land. Dus dat maakt eigenlijk dat onze pool van mensen nog kleiner wordt. En daarom is het belangrijk dat we proberen het aantal besmettingen zo minimaal mogelijk te houden. Dus er wordt steeds uit hetzelfde vat getapt? Er wordt steeds uit hetzelfde vat getapt. Ja, voor nu wel. En dat maakt dat er dus extra druk is of men oververmoeid is. Klopt. Er is een grotere pool waaruit we mensen kunnen halen. Alles wat er is hebben we nu ingezet. Je probeert nog
de laatste restjes uit de kant te halen. En dat maakt dat de mensen werkelijk oververmoeid zijn. Ze zijn eigenlijk al elke dag heel hard bezig. Dus daarom ook heel belangrijk dat het aantal besmettingen minimaal blijft, zodat het aantal ziekenhuisopnames ook minimaal blijft en het zorgpersoneel de adequate zorg kan blijven leveren. Dus daar zou, dokter Poussa, daar zou dus een stukje meer bewustwording moeten komen naar het volk toe van met jullie gedrag leggen jullie in feite een te zware druk op het bestaande zorgpersoneel. Klopt, want er is niet alleen COVID-zorg dat geleverd moet worden. Andere patiënten, iemand met een hartprobleem, iemand met een nierprobleem, een dialysepatiënt, die moeten allemaal ook nog geholpen worden. Die COVID-zorg komt daar extra op. Toch? Dus het personeel dat je had, moet je nu weer gaan verdelen. Van oké, deze wordt in de COVID-zorg ingezet, de anderen gaan gewoon door met de reguliere zorg. Maar dan snap je dat je al personeel eigenlijk moet verdelen op een bepaalde manier om toch nog die zorg te kunnen blijven leveren. En er zijn niet meer mensen die je kan halen. Van waar moeten we mensen halen? Want om te werken in de zorg moet je getraind zijn, je moet opgeleid zijn. Dus ook leerlingen zijn ingezet om te helpen met tot waar zij kunnen. Dat is ook wat er is gedaan om toch nog die zorg te kunnen blijven leveren. Dus daarom, u zegt hetzelfde, bewustwording bij het volk om te helpen de besmettingen minimaal te houden. Dat moet nog komen. Men heeft niet door, of niet iedereen heeft door, hoe zwaar het wordt om die zorg te kunnen blijven leveren met deze verhoogde werkdruk eigenlijk. Ja. En nu hier geen nu isolatie thuis plaatsvindt, daar heeft men dus enigszins wel druk op het ziekenhuis, dus daardoor wel weggehaald. Ja, dus, want er moest ook personeel ingezet worden om de isolatiepatiënten in de gaten te houden. Dus om dat personeel vrij te krijgen, om echt de zieke mensen in het ziekenhuis zelf te kunnen helpen, is er besloten van, weet je, er is toch wat personeel dat vrijgemaakt zou kunnen worden. Isolatie kan ook thuis, in het buitenland is isolatie ook thuis. In Nederland moet je ook thuis blijven en je wordt gemonitord van afstand. En mocht er een verandering zijn in de situatie, dan kun je altijd aanmelden bij het ziekenhuis. En dan, indien er opname nodig is, word je dan opgenomen. Ja. Dus stap heeft wel een beetje personeel vrij kunnen maken om in te zetten in het ziekenhuis zelf. Ja. En het veldziekenhuis dat jullie onlangs gedoneerd hebben gehad van de Amerikaanse ambassade, waarvoor wordt dat nu ingezet? Het veldziekenhuis is nu nog niet ingezet. Het is nog niet nodig geweest om het in te zetten. En hopelijk hoeft dat ook niet. Maar dat zou dan alleen aangeven dat onze ziekenhuizen helemaal uitpuilen. En we zouden extra personeel nodig hebben. Dus dan zouden we van ergens personeel moeten halen. Gelukkig hebben we dat tot nu toe niet hoeven te gebruiken. En is natuurlijk de hoop dat dat ook niet zal hoeven als men zich houdt aan de Mohana-regels. En zich laat vaccineren. En de grote tent daarbuiten voorin? Die staat ook leeg. Die werd gebruikt voor de isolatie. Gelukkig staat die op dit moment leeg. Er zijn nog niet zoveel gevallen dat we moeten zeggen van hé, mensen, we gaan toch de isolatie weer moeten oppakken. Gisteren waren er 500 besmettingen, als ik het goed heb. Dat is heel veel. Dat is volgens mij, als dat klopt, het hoogste aantal dat we tot nu toe ooit hebben gehad in Suriname. Van de Delta variant is bekend dat het zich veel sneller verspreidt. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om die verspreiding tegen te gaan. Mohana, mondkap, handen reinigen, afstand houden, geen feestjes. Weet u, al dat soort dingen even in acht houden. Totdat we weer naar betere situaties kunnen. Minder, met minder besmettingen. En minder druk voor ziekenhuisopnames. We'll be right back.